Wat was dat ongelooflijk gaaf. Afgelopen 2 weken ben ik meegeweest op een liveaboard op de Malediven. En ik ben nu enkele dagen in een resort. Heerlijk. Wat ik absoluut niet had willen missen was mijn lamp. Mijn Metalsub XRE 1250. Want het is eigenlijk iets dat bij je standaard uitrusting zou moeten zitten. Het is niet alleen handig om de kleuren te zien onder water. Hoe dieper je gaat, hoe meer kleur je natuurlijk verliest. Maar ook als communicatiemiddel is die heel erg belangrijk. Er is eigenlijk niet zo heel veel nieuw aan deze lamp. Het enige wat er aan veranderd is, is dat hij nu ook open kan. En dat je de batterij eruit kan halen. Dit hebben ze allemaal gedaan voor het vliegen. Dat je dus apart de batterij mee kan nemen in een heel handig speciaal hoesje. Wat er voorbij zit. Dat mocht die door de scanner gaan en ze hebben zoiets van de batterij kan er niet uit. Dat ze daar niet moeilijk over gaan doen en je lamp in beslag nemen. They will come very close. If you want them closer, put like this. Yes, ik heb mijn lamp. Ik ga hem opladen voor vanavond. We gaan een nachtduik maken met manta's. De bedoeling is dat je hem dan met gestrekte hand voor je houdt en dan komt er allemaal plankton op af. Hier komt een bak licht uit deze lamp, dus ik denk dat ik behoorlijk wat ga aantrekken. Ik ga zien wat de manta's ervan vinden. Maar nu eerst even opladen, heel belangrijk. Wat ik heel erg handig vind is het elektrische tandenborstel oplaadsysteem. Je zet hem er gewoon in en hij laadt op. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En binnen 4 uur is hij weer opgeladen. Nou, hoog worden is een behoorlijk ontwonden stemming. En ik ben zelf ook wel een beetje zenuwachtig. Ik vind het echt wel goed genoten van deze lamp tijdens de manta nachtduik en er kwam echt onwijs veel plankton op af. Dat is ook wel te zien op de video. Ik moet de Metalsub 1250 XRE helaas weer gaan inpakken, maar daarvoor zit er een hele mooie hardcover box bij. Kan die mooi in, de batterij gaat er weer uit en dan ben ik klaar om te gaan, helaas. MUZIEK.